Als raadslid heeft u, welke portefeuille u ook heeft, altijd te maken met privacy. Daarom wil ik het met u hebben over privacy en persoonsgegevens. Waarom is dat zo belangrijk voor gemeenten? Er zijn twee belangrijke redenen voor. De eerste is dat gemeenten nieuwe taken erbij hebben gekregen. En dan gaat het voornamelijk over taken in het sociaal domein. In de tweede plaats leven we in een digitale samenleving, waarbij, omdat het juist zo makkelijk is, heel veel persoonsgegevens worden verwerkt. Door de enorme toename van het digitale gegevensverkeer was het nodig dat er een nieuwe wet kwam met nieuwe privacyregels. En die komt er met ingang van 25 mei 2018. En dat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De kern van die nieuwe privacyregels is dat gemeenten al die datastromen in beeld moeten brengen. En daarbij moeten aantonen dat ze aan de privacyregels voldoen. Aan de andere kant krijgt de burger veel meer rechten en meer zeggenschap over zijn persoonsgegevens. De autoriteit persoonsgegevens is de waakhond die moet toezien dat al die privacyregels worden nageleefd. De verantwoordelijkheid voor het goed regelen van privacy binnen de gemeente ligt bij het college van BNW. Wat moet het college doen? Het college moet in feite zorgen voor goed privacy management. En moet zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen, zodat privacy in alle lagen van de organisatie doordringt. Er zijn 6 maatregelen die het college moet nemen. In de eerste plaats de aanwijzing van een functionaris gegevensbescherming. In de tweede plaats moet er een privacybeleid worden vastgelegd, met daarin een stappenplan met maatregelen in volgorde van urgentie. In de derde plaats moeten er stappen worden ondernomen om privacybewustzijn bij elke medewerker van de gemeente te bevorderen. De vierde maatregel die het college moet nemen, dat is het verdelen van taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De vijfde maatregel gaat over het kunnen overleggen van, zeg maar, bewijsmateriaal, wat aantoont dat er goed met de privacyregels wordt omgegaan. En als laatste, heel belangrijk, het beseffen dat privacy nooit af is. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen. Het is een ongoing proces. Nu gaan we het hebben over uw rol. Voor het goed regelen van privacy in de organisatie is het college aan zet, maar de raad controleert vervolgens of het college dat goed doet. En u kunt het college kritische vragen stellen over die 6 maatregelen die we zojuist hebben besproken. En maak daar harde afspraken over. Dit is heel belangrijk om problemen met de autoriteit persoonsgegevens te voorkomen. De invoering van de AVG is uitdagend en complex en vergt veel inspanning en tijd. Ik wens u daar heel veel succes bij. Mijn naam is Marjolein Hof, ik ben privacyjurist en senior beleidsmedewerker privacy bij de VNG.